Eigenaardig genoeg, als je naar het buitenland gaat kijken, dan wordt die hypothese, zodra dat je de landsgrenzen oversteekt, wordt plotseling, kom je dat heel weinig tegen. Met andere woorden, om het heel kort samen te vatten, daar zegt men eigenlijk, die onderzoeken die zijn 50% van de electorale markt die onbeslist is. Eigenlijk is dat onzin. En eigenlijk moet je daar dus ook niet op kunnen rekenen. We moeten dus eigenlijk ons beeld gaan bijstellen in functie van een meer realistisch beeld. En dat realistisch beeld dat zou er als volgt kunnen uitzien. Hier heb je opnieuw rechts van het beeld het moment, het tijdstip van verkiezingen. En in die aanloop, in die tussentijd van die periode, ja, daar heb je natuurlijk ook al fysiek veel meer ruimte, zijn er veel meer mogelijkheden om op dat electorale dynamiek zich zou gaan voordoen. En in plaats van die 50% wordt ten eerste het aantal veel meer teruggeschroefd, zijn er dus bepaalde fasen, en we hebben dat met ons panelonderzoek heel goed kunnen traceren, zijn er bepaalde fasen waar dat de markt grote, politieke markt grote turbulentie vertoont en waar kiezers plotseling een bepaalde tendens gaan ontwikkelen. Aan de andere kant, dus met andere woorden, dat betekent dat op het moment bij de verkiezingen instapt, eigenlijk al heel veel van de electorale keuze, van de beslissing, het keuzegedrag van de kiezer bepaald is. Ja? We hebben daar zelf berekeningen rond gemaakt en wij schatten dat bijvoorbeeld heel concreet in de aanloop van 2004, de regionale verkiezingen van 2004, ongeveer 85%, we hebben dat redelijk nauwgezet kunnen traceren, 85% van de electorale markt was eigenlijk al verdeeld. De koek was al verdeeld. Dus daar was nog een segment van een potentieel van een 15% die kon verdeeld worden in de loop van de campagneperiode. Dus dat moest bijgeschroefd worden. En ten tweede zie je dat eigenlijk heel vaak onder invloed van het feit iedereen voert min of meer hetzelfde type campagne op eenzelfde tijdstip, dat dat heel vaak ook nefast blijkt voor de impact van die campagnes, voor de impact van de communicatie, waardoor je eigenlijk aan dynamiek, ja, ik zou zeggen, kiezers vaak apathisch worden van de electorale campagne zelf. Nu, we hebben die, om dat even te visualiseren, we hebben die geïnventariseerd in de aanloop van 2004, niet door maar eens eenmalig te peilen, maar door elke 24 uur een nieuwe peiling te organiseren. Op een zeer grote schaal en op een zeer diverse schaal. Wat je hier ziet is het resultaat van zeven weken. Nogmaals, het zijn de verkiezingen van 2004, dus die context is niet onbelangrijk. Waarbij we dus zeven weken achter elkaar zijn gaan peilen en waar dat we dus op basis van dat panel de dynamiek, de dagdagelijkse dynamiek in kaart brachten die zich voordeed. Die ziet u afgebeeld boven, dus dat is het oppervlaktelaagje boven. Een heel kleine dynamiek, ja, die zich afspeelt en daar tegenover stond dan een heel grote mate van stabiliteit. Dus eigenlijk in die campagneperiode zelf domineerde stabiliteit en dynamiek was eigenlijk, ja, als ik het overdreven uitdruk, zou ik bijna kunnen zeggen, de campagne was eigenlijk goed om potentieel het cijfer achter de komma te veranderen, maar dus betekende dat bij de ingang van die meting, dus toen wij zijn beginnen te meten, ja, dat het spel al gespeeld was. Dus wij waren perfect in staat die uitslag te gaan bepalen op een bijna even punctuele manier op 7 weken voor de verkiezingen dan op 24 uur voor de verkiezingen. Natuurlijk, ik praat hier over 1 verkiezingen. Je kunt als tegenvoorbeeld zeggen van oké, 99 dan, dioxinecrisis enzovoort. Maar goed, 99 was dan ook precies een moment waarop er iets met een grotere maatschappelijke impact gebeurde
precies in die sperperiode, wat niet altijd het geval is, want dan zie je ook heel duidelijk aan hoe journalisten daarover beginnen te schrijven, van ja, de verkiezingen zijn eigenlijk gestart, men heeft ze al 10 keer die valse start aangekondigd van het moet nu gaan beginnen en dan is het begonnen en stelt men eigenlijk vast, ja, er valt niet veel te beleven. Ja. Er worden wat campagnes voorgesteld, links en rechts, maar de grote, echt intrinsiek belangrijke dingen die gebeuren dan niet noodzakelijk. Hier is een ander voorbeeld, eigenlijk een soort van tegenvoorbeeld. Dat is eigenlijk wat er gebeurd is. Het was ook een gebeurtenis die zich heeft doorgetrokken tot aan de verkiezingsuitslag van 2007. Dat is de electorale dynamiek die we hebben opgemeten in het voorjaar van april 2005. Dus eigenlijk in de aanloop van niet zozeer de gemeenteraadsverkiezingen, maar wel de federale verkiezingen van 2007. Ik weet niet of jullie nog helder deze periode kunnen voorstellen, maar het was vooral de periode waar dat er veel heisa en herrie was binnen de VLD en waar dat eigenlijk de VLD een stuk, ja, van zijn eigen electorale markt in die periode, Karel de Gucht enzovoort, het de hele perikelen rond het voorzitterschap enzovoort, in die periode hebben wij, of zag je, heel veel kiezers gaan verschuiven. Ja? En kreeg je dus een electorale dynamiek bovenaan van een kwart van de kiezers. Ja? Die op de een of andere manier tijdelijk of duurzaam aan het verschuiven waren. En dat is een turbulentie die de VLD op dat ogenblik maar absoluut niet onder controle kreeg. En die eigenlijk geduurd heeft tot in september, toen de dynamiek op zijn normale niveau, op zijn normale pijl van een 4-5% is teruggevallen. Nu, hoe komt het eigenlijk, dat is de belangrijke volgende vraag, dat we dat soort van tendensen niet meepikken in onze conventionele peilingen? Dat is eigenlijk een lang technisch verhaal, maar als ik dat heel kort samenvat, dan moeten we eens gaan kijken naar wat er gebeurt tussen twee verkiezingen bij een conventionele peiling. Stel, we hebben, en we hebben dat heel goed kunnen zien bijvoorbeeld in 2007, dat is een heel goed voorbeeld dat ik ook in het boek uitvoerig behandel. Op dat ogenblik waren bijvoorbeeld de prognoses voor Lijs de Dekker, die waren schommelden rond de 2-3%, met als redactioneel interpretatiekader, partij maakt geen kans. Het is kansloos. Als je dat dan ging traceren op het niveau van de kiesomschrijvingen, dan zag je dat eigenlijk, ja, de kansen van LDD in Limburg waren gebaseerd op 3 ondervraagden, om maar iets te zeggen, omdat die peilingen natuurlijk ook heel kleinschalig gebeuren. Maar er gebeurde wel iets eigenaardigs, hè, want dan was er zogezegd die verrassende verkiezingsuitslag. Ondertussen was er al onder meer dan een jaar vanuit de VLD, ik herinner me dat nog levendig, zitten te schelden over ook het succes van Jean-Marie de Dekker in de populariteitspolls. Dat was een waanbeeld, dat kon allemaal niet. Hij stond hoger dan Bart Somers enzovoort, en dat kon allemaal niet. En dat betekende dat het panel was geïnfiltreerd door extreem rechts en dat soort van complottheorieën. Ik bedoel, de Sun zou er, of News of the World, Murdoch zou er dol op zijn geweest. Maar ja, we waren ook de enigen die iets anders zeiden dan de anderen. En aangezien we dan met het laatste nieuws werkten enzovoort, was dat een groot probleem. Maar, heel interessant, na de verkiezingen, dus toen, ja, LDD haalde de kiesdrempel, hè, na de verkiezingen, de eerstvolgende peilingen, maakt niet uit welke je neemt, die er dan volgden, daar werd die uitslag, die voortdurend werd onderschat, daar werd die uitslag plotseling heel correct opgepikt. En vanaf dat ogenblik ging het dan in de peilingen in crescendo. En toen is eigenlijk de grote hype ontstaan. Ja? En dan vraag je af, dat zelf diezelfde peiling, diezelfde methodologie, die niet in staat is om die markt, wat er onderhuids gaande is, om dat op te pakken en dat cijfermatig te vertalen, hoe komt het dan dat ze eigenlijk vlak na de verkiezingen dat cijfer min of meer correct allemaal weerspiegelen en dat je daar dan plotseling in de peilingen een sprong ziet van 2,5-3,5% voor de verkiezingen naar 7-8-9% meteen na de verkiezingen? Zeg je, maar hoe kan dat nu eigenlijk? Wel, wat is eigenlijk
een stuk van de verklaring daarvoor. In traditionele, dat benadruk ik wel, in de traditionele peilingen. Vlak na de verkiezingen, als je een peiling houdt, gaan mensen vooral eigenlijk de herinnering hebben aan vorige verkiezingen. Ja, dus hoe dichter je bij de afgelopen verkiezingen gaat peilen, hoe meer mensen die je gaat vinden die eigenlijk een kiesgedrag gaan herhalen en die nu plotseling, ja, die dat bijvoorbeeld niet deden voor de verkiezingen, maar die dat nu plotseling wel doen omdat ja, de partij succesvol is over de kiesdrempel geraakt, dat taboe is weg en dat stiekem voornemen van ik ga dat doen tegen alle stromen in enzovoort, plotseling komt men daarmee naar buiten. Natuurlijk, naarmate dat je verder van verkiezingen afzit en als je goed wil peilen, dan moet je eigenlijk altijd het kiesgedrag bij vorige verkiezingen als referentiepunt nemen om te gaan wegen. Naarmate dat je verder van afgelopen verkiezingen afgeraakt, ja, dan wordt de herinnering aan die vorige verkiezingen die wordt een stuk vager, die wordt onduidelijker. Ondertussen kunnen er nieuwe tendensen voordoen en we weten eigenlijk dat naarmate je verder van verkiezingen afpeilt, hoe langer hoe meer nieuwe twijfelende kiezers, onzekere kiezers enzovoort, hè, er ontstaat de dynamiek, er doet zich van alles voor. Die markt die wordt eigenlijk op dat segment van die onbesliste twijfelende kiezers, die al niet meer weten op wie heb ik gestemd en ik heb nu plotseling een andere voorkeur, maar dan zelf niet meer goed weten wie ze bij vorige verkiezingen allemaal hebben gestemd of wat ze nu van plan zijn enzovoort, die vallen eigenlijk systematisch uit die onderzoeken. Met andere woorden, naarmate dat je verder van een verkiezing afpeilt en dichter bij nieuwe verkiezingen komt, mis je eigenlijk, dat is dat grijze gedeelte, een hoe langer hoe meer een groter deel van de markt. En ga je eigenlijk vooral mensen ondervragen of mensen gaan vinden die bereid zijn aan peilingen deel te nemen. En stel u daar niet te veel bij voor, bij een klassieke telefonische peiling, ja, heb je, en dat wordt eigenlijk nooit meegedeeld, omdat dat niet fijn is om dat mee te delen, omdat dat meteen de hele peiling natuurlijk in vraag stelt. Bij een klassieke telefonische peiling weigert 80% van de mensen, als het meevalt, mee te werken aan die onderzoeken. Dus met andere woorden, je gaat meten binnen een bovenlaag, die vooral overtuigde bevat, mensen met een stabiele electorale voorkeur, hè, waardoor eigenlijk uw peiling hoe langer hoe conservatiever wordt naarmate dat ze zich verder situeert in de tijd en op afstand van een voorbije verkiezing. Dus wat er in feite gebeurt, en dat verklaart ook de afwijkingen die zich voordoen en het feit dat men altijd zegt een traditionele peiling kan nieuwe tendensen moeilijk of toch zeer moeizaam oppikken, dat is dus dat we natuurlijk een staal nemen uit het electoraat. We nemen daaruit een staal. We houden nog geen rekening met degenen die weigeren mee te nemen, dus die 80% die zijn al weggezuiverd. In dat staal zitten kiesplichtverzakers, niet onbelangrijk in ons systeem, als je dus die aantallen ziet. Dat is meer dan een kiesdrempel, hè? Kiesplichtverzakers. Je zit ook met een heel aantal blanco kiezers en ongeldige kiezers. Je zit dan met die twijfelende, die onbesliste kiezers, waarvan de cijfers ook niet worden weergegeven in de peilingen. En je blijft dus uiteindelijk zitten met een staal van beslisten, waarvan we weten, naarmate dat ze verder van verkiezingen of van voorbije verkiezingen af zijn, wordt die groep eigenlijk, ja, beperkter, wordt die kleiner. Dus je gaat hieruit een staal nemen, als je rekening houdt met 80% weigeraars en met het contingent van besliste kiezers, mensen die eigenlijk ook in hun gedrag, kiesgedrag, heel gemakkelijk voorspelbaar zijn, omdat ze heel stabiel zijn in hun voorkeur. Ja, dan zie je ook dat we, als we dit staal, die middenkern, daaruit nemen, we beschouwen dat als de zogenaamde steekproef en we gaan die gegevens extrapoleren naar het hele electoraat. Als je de weigeraars en al die buitenste ringen mee in het verhaal betrekt, wel, dan zie je eigenlijk dat dat representatieve staal eigenlijk getrokken is uit 5-10% van het electoraat, maar waarbij die 5-10% wordt geëxtrapoleerd naar 100% van het electoraat.